Winkels en leuk dat je weer kijkt. Ik ben in Haren zoals je ziet. Het is een tijdje geleden, ik was een paar keer in Sneek en ik ben vandaag weer in Haren in onze hele mooie grote winkel. Maar je weet, in alle drie de winkels ligt de kwaliteit wel even hoog. De grootte is wat verschillend, maar de kwaliteit ligt bij alle drie de winkels even hoog. En die is echt heel hoog, want je weet, elk seizoen gaan we weer een aantal merken eruit gooien, omdat er zoveel inbreng is in hele mooie merken. En dan gaat het segment steeds een beetje omhoog. Nou, wat heb ik aan vandaag? Ik heb aan een pak van Gaudi. En dat is blauw met wit. En ik had er een witte top onder, want ik vind wit in het gezicht altijd heel lekker fris. Alleen, ik kom altijd aan met mijn sneakers. Ik heb natuurlijk wel heel veel sneakers, maar ik dacht, ik wil eens een keertje loafers aan. Dus die heb ik vandaag aangetrokken. Lichtblauw, dus vandaar deze top van Mark Rain in het lichtblauw. Ik vind het altijd heel fijn om er dus een leuk topje onder te dragen, onder die pakken. En ik heb al eens eerder gezegd in een andere vlog, ik vind altijd tops zonder mouw, dus mouwloze tops, het prettigst onder jasjes. Je ziet wel jasjes die heel leuk te combineren zijn met een blouse. Ik heb natuurlijk thuis ook best wel veel blousen, maar ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat ik dan opgehangen ben. En ook met shirts met katoen eronder, dat is altijd wat stroever. En dan vind ik het toch altijd een beetje, niet zo'n prettig gevoel. Dus ik kies altijd voor mouwloze tops onder jasjes. Dat vind ik heel erg prettig. Blauw pak van Gaudi dus. En een pak is dus heel leuk te combineren, zoals we ook al vaker hebben gezegd. Je kan er van alles onder doen, je doet er andere schoenen bij, je kan het jasje alleen dragen, je kan de broek met wat anders dragen. En je kunt ontzettend veel sets maken met één zo'n pak. Nou, hier in Haren laat ik zometeen hele mooie zomerjurken zien. Maar ik ga zometeen eerst even vertellen wie dat prachtige jasje in Sneek heeft gewonnen. Ik had een heel leuk keypiece jasje verloot. Die is deze week al opgehaald door Anna. En die was er heel erg blij mee. En ik heb een heel leuk jasje van Louisa Serrano heb ik laten zien die ik wilde gaan verloten. Het was een wit jeans jasje in een maat 44-46. En ik ben nu in Haren, dus ik heb hem nog in Sneek hangen. Ik kan hem helaas niet laten zien. Maar ik heb wel gezien wie hem heeft gewonnen, want er heeft maar één persoon meegedaan. Dus dat vind ik natuurlijk niet zo leuk. En daarom ga ik denk ik ook niet meer verder met die acties. Want ik vind het leuk om dingen weg te geven, maar als bijna niemand reageert, dan stop ik er gewoon mee. Dus dat witte jasje is gewonnen door Annie Robbe. Annie, ik weet dat jij in Haren komt, dus ik neem het jasje hiermee naartoe. En als ik het deze week meeneem, dan hangt het vrijdag voor jou klaar. En dan kun je het vanaf volgende week vrijdag dus opkomen halen. Annie, gefeliciteerd. Ik doe dus geen verloting meer, maar ik laat wel hele mooie dingen zien. En ik begin zo meteen met hele mooie jurkjes. Nou, de leuke jurken van dit moment zijn de wat langere, wijdere jurken. Ik heb natuurlijk ook een aantal van dat soort jurken in de winkel, zoals deze van Zadig en Voltaire. In een mooie pantenprint. Hij is van voor wat korter dan van achter en hij heeft een lange mouw. Nou, ik zie het al helemaal voor me dat je met een warme zomerdag deze draagt met een slippertje of met een leuk sandaaltje. En als je bijvoorbeeld naar je werk gaat of je gaat even shoppen, dan kun je hem ook heel leuk combineren met een sneaker. En dan denk je misschien een sneaker bij een lange jurk. Nou, dat is het wel op dit moment heel erg. En je moet er gewoon even aan wennen, want het maakt de jurk gelijk heel erg stoer. En het is echt een hele leuke uitstraling. Nou, ik kijk dan gewoon naar de jurk. Je kan natuurlijk altijd een witte sneaker onderdragen. Is prima, perfect. Maar je kan ook kijken, er zit rood in. Dus een sneaker met rood of een rode sneaker of zwart. Of als je zegt, ik heb nog wel een panten sneaker. Dan doe je die eronder en dat is dan ook weer een hele leuke combinatie. Nou, die jurken die zijn altijd wel vrij wijd. Dus je kan zeggen, ik wil iets meer silhouet maken door een riem. En dan moet je kiezen voor een wat bredere riem. Dat kan zijn in leer of in stof. En je kan ook kiezen voor zo'n riem met zo'n elastieke band. Is ook heel fijn om te dragen. Wat ook leuk is om het iets losser te houden, is een sjaal. En dan kies je bijvoorbeeld bij een printjurk natuurlijk een effen sjaal, want anders wordt het wel heel erg druk. En die knoop je dan leuk om. Je kan hem dan los laten hangen of met een strik erin. En dan heeft je jurk toch iets meer vrouwelijk silhouet. Nou, deze is dus in een maat M. Ik heb ook nog een hele fantastische van Twinset.
Deze heeft al roesjes en leuke details, dus dan moet je nou niet meer met een riem gaan spelen. Dit is al voldoende. Heeft wel een heel leuk gestreept mouwtje. Dit is een L-jurk. Ik heb hier ook nog een hele leuke van Studio by Preen. Nou, die heeft al een leuk taille accent. En dit is ook echt een hele leuke jurk. En hier zou ik dus gewoon een rustige sneaker onder dragen. Er zitten heel veel kleurtjes in. En wit is natuurlijk altijd goed. Maar dat is ook een heel leuk jurkje. En natuurlijk het betonse streepje is altijd nog weer, komt dat weer terug ieder jaar. En dit is ook een hele leuke. Ik denk hier even een witte sneaker bij. Of een sneaker met een streepje. Nou, dan heb je gelijk een hele leuke look. Je kan er ook nog even 's morgens een jasje overheen dragen. Een jeansjasje is ook altijd een hele leuke combi met zo'n streepje. En dit is een maat L. En echt een hele lange jurk. Tot bijna aan de grond bij mij. En nou, heel erg leuk. En een beetje een sportievere look. Nou, ik had het net over, je kan een slipper onderdragen, een leuk sandaaltje en natuurlijk een sneaker. Maar je kan er ook, als je het iets vrouwelijker wil maken, een hakje onderdragen. Nou, hakjes, ik vind ze echt prachtig. We krijgen zulke mooie hakken binnen. Ik zal er zo nog even een paar laten zien. Ik kan er niet zo goed op lopen. Natuurlijk ook omdat ik de hele dag in de winkel sta of voor de klas. En dan ja, hou ik dat niet vol op hakken. Maar een hele leuke hak hieronder maak je het gelijk vrouwelijk. En ik zal er even een paar laten zien. Nou, zoals ik al zei, we krijgen de meest fantastische schoenen binnen. En ook met hele mooie hakken. Net zag ik deze doos bij de inbreng staan. En dat is dan een hele mooie hak van D-Squared. Nou, je ziet een heel leuk detail op de voorkant. En moet je kijken, hij is echt helemaal gloednieuw. Het is een maat 39. En dit is echt zo'n schoen, ja, als je een keer iets wil oppimpen, dan kun je deze doen met het hele leuke accentje. Het is een mooie lakpump, dus je kan hem eigenlijk het hele jaar aan. En hij is dus nog gloednieuw. En als ik dan op de doos kijk, dan zie ik €550 nieuw geweest. En nou, die kun je dus bij ons voor een kwart van de nieuwprijs dan gaan kopen. Heel leuk hakje. Nou, je kan natuurlijk ook kiezen voor een schoen, een pump. Bijvoorbeeld deze, die wat meer open is. Dat is natuurlijk onder een zomerjurk wel een heel leuk effect. En deze is van Armani en dit is een maat 40. Nou, als je zegt, ik vind een zwarte schoen ook altijd heel handig. Deze is ook heel erg leuk en die heeft een hele bijzondere hak. Het is een beetje een vierkante hak. Erg mooi. En is natuurlijk ook open, dus kun je heel goed van zomer dragen. Dit is een maat 37 en is van Baldi. Dus hele mooie pumps. Nou, je ziet, we hebben heel veel schoenen op dit moment. Dus heb je nog wat nodig, kom echt eventjes kijken. En nog de laatste tip bij die leuke jurken is een tasje. Als je zegt, nou, ik mis toch nog even iets leuks erbij. Dan kun je bijvoorbeeld nog even een leuk schuin tasje omdragen bij zo'n jurk. En dat is ook een heel leuk effect, zo'n klein tasje erbij. We hebben ze in allerlei soorten en maten. En goud en zilver, zoals ik die hier vast heb, dat is natuurlijk heel handig, want dat past overal bij. Dus zo'n klein tasje bij die mooie lange jurken is een heel leuk effect. Nou, dat waren weer al mijn tips. Alle leuke dingen hier in Haren. We hebben natuurlijk nog veel meer, maar ik kan niet alles laten zien. Dus wil je meer zien, kom gezellig langs. En dan zeg ik tot volgende week en dress like a diva.